Ik ben Kim Duchateau. Ik ben cartoonist, striptekenaar, illustrator, scenarist en soms ook muzikant. Ik zou het vandaag willen hebben, of deze keer willen hebben, over hoe je op ideeën komt, al is dat een totale uh, Nevelse materie. Als ik een cartoon teken, dan hangt het een beetje af van de opdrachtgever hoe ik eraan begin. Van sommige opdrachtgevers krijg ik echt drie, vier nieuwsitems en dan moet het daarover gaan. Van anderen mag ik heel los zelf bedenken wat de actuele dingen van die dag zijn. En dien ik gewoon in wat ik zelf wil. De deadlines zijn meestal heel kort, voor de standaard vooral. Ik krijg mijn drie opdrachten, mijn drie nieuwsitems rond. Twee uur en om vijf uur moet het af en binnen zijn. Dus ik neem dan meestal twee uur de tijd om te denken. Soms gaat dat heel vlot, want soms zijn dat twee mannen die aan een bar zitten en iets zeggen tegen elkaar, dan moet je gewoon een streep tekenen twee mannen en dan zit tekening af op een half uur. Soms is het een, een, een man die op een, op een storthoop staat of, of iemand op het strand met veel volk en dan denk ik, oh, krijg ik dit op een uur klaar? Dus het is altijd nieuw, het is altijd uh, anders. Het is heel variabel. Ja... En hoe ik op die grap kom op een uur of tijd, of op twee uur tijd, dat is altijd een beetje koud zweet. Oké, okay, ondertussen doe ik dat al van 1997. Ik begon destijds een P-magazine. En daar is geen formule voor. Van, enfin, voor mij althans niet. En ik denk bij andere cartoonisten denk ik ook niet. Dat, dat als je denkt van als ik dit, dit en dit doe, heb ik altijd een grap. Nee, ik werk zo nooit. Ik zou ook nooit weten hoe ik dat moet doen. Om, om, er is geen formule om tot een grap te komen. Je kunt wel zeggen, oh ja, je hebt de omkering of de overdrijving. Uh, maar dat zie ik altijd pas daarna. Als ik de grap heb bedacht, zie ik van, oh ja, dit is een overdrijving eigenlijk. Maar ik begin altijd in het hier en nu. Ik, ik, um, als het gaat over belastingen, zijn we weer gestegen of, of zo. Ik probeer me altijd in die situatie te plaatsen. Wat moeilijk is als het over de Taliban gaat. Ja, ik heb daar niks mee te maken, maar dan, dan, ja, dan kijk ik daar vanuit een westerse standpunt. Soms ook niet, dan kijk ik vanuit het standpunt van de Taliban of, of het standpunt van de mensen die daar leven of van de vrouwen, of gaar daar. Dus ik wissel constant van standpunt. Ik vind dat ook heel plezant. Dus dat geeft eigenlijk een hele grote marge om veel invalshoeken te hebben om tot een grap te komen. Maar het is dus nooit zo dat ik zeg van ik doe dit, dit en dit. En zo hebben we de grap. Ik begin meestal, dat is misschien een schoon voorbeeld. Um, dit was gisteren voor de Standaard. Dan kreeg ik twee opdrachten: het succes van het reuzenrad op Kermissen. Of hoe boosheid op sociale media nog meer boosheid uitlokt. Waar, dat, waren de, dat zijn nu toevallig twee plezante uh, opdrachten. Soms iets heel politiek of, of sport, en daar weet ik minder van. En dan, dan wordt het absurder, omdat ik het, omdat ik het vanuit een leekstandpunt bekijk. Maar zo ga ik dan te werk. Ik, ik, ik teken situaties uit. Uh, hier drie met de reuzenrad. Ik zet zelfs degene erop waarvan ik denk: nah, dat is misschien niet zo grappig. En toch teken ik ze, omdat ik soms vanuit één minder grappige situatie op een iets grappigere situatie kom. Ik moet dan uh, gaan liggen op de zetel. Meestal ik moet ik in een relaxte staat zijn. Het is wel soms dat, dat, dat het heel lang duurt voordat ik iets heb, want je hebt niet elke dag evenveel inspiratie natuurlijk. Hè. De ene dag heb ik op één minuut heb veel dat ik denk ja het komt maar binnen en de andere keren zit je twee uur te denken en denk je wat ik tot nu toe heb bedacht dat kan ik niet veel mee. Gisteren was het dus de twee opdrachten over het reuzenrad of over de boosheid op sociale media. Het reuzenrad is het niet geworden, maar het is wel uh, de boosheid op sociale media geworden. En ik weet niet dan hoe ik erop kom. Ik denk aan dat zijn irritante mensen. Dan denk ik wat is er nog irritant? Ja een mug, een teek drijfzand, dan, dan probeer ik het langs die kant. En ik weet dan echt eerlijk gezegd niet van waar dat precies komt. Ja, dit is eigenlijk een beetje de gedachtegang. Irritant. Was er nog irritant? Want cartoons maken is vaak linken leggen tussen dingen die... waarvan ik altijd denk, andere mensen hebben die link niet gezien. Want heel veel humor komt uit linken leggen tussen dingen die ogenblikkelijk niet bij elkaar horen. En je kunt wel, als het geheel absurd gaat, altijd alles linken. En dat is misschien als ik cartoons bedenk en strips ook. Het onderwerp dat je krijgt of dat je kiest, langs echt alle kanten belichten. Langs de onderkant, langs de bovenkant, langs alle, alle kanten. Ik, ik kom ook altijd wel op het punt dat ik denk: dit is de meest voor de hand liggende grap hierover. En ik probeer dan altijd daarover te gaan. Omdat ik altijd denk: ik weet niet wat mijn collega's nu aan het doen zijn over dat onderwerp. Dus ik wil ze voor zijn. Je kunt ook niet checken wat ze doen. Ik ga ook niet naar Lector bellen of kan me gehoord Wat jij daarover? Want dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Dus ik denk, ja, ik neem die stap al zelf. En ja, het is alle registers opentrekken. Ik zei net, er is geen formule om, om tot één ding te komen. Dus het is eigenlijk een beetje alle kleppen in je hoofd openzetten. En alles wat zich aandient, ook dingen waarvan je op de eerste zicht misschien zegt van wat kan ik daar nu mee doen? Dat toch in te laten komen. En ja, gedachten gaan heel snel. Dus ik heb dan echt wel een schetsboek nodig om, om, om zoals ik daar straks zei, de stomste ideeën ook, alles, alles gewoon te tekenen of, of, of op te schrijven uh, wat er is. Ook de, ook de dingen die je eerst niet grappig vindt. Want soms is een tekening uh, wel grappig en een tekst niet. Maar als je een tekst verandert, wordt die tekening wel grappig. Dus er zijn echt heel veel manieren om tot een grap te komen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het soms ook gewoon niet meer weet. Als je, als je twee uur over iets aan het denken zit, soms twijfelt het je aan jezelf. Vind ik dit nu grappig? Is dit grappig? Of vind ik dat alleen grappig? En dan heb ik klankbord nodig. En dan is mijn vriendin, of, degene, of mijn kinderen, of degenen die hier in de buurt zijn, zijn dan de pineut. Die krijgen dan meestal zoiets. Dan zeg ik, wat is het grappigste van die? En soms werk ik dan twee, drie mensen, en die zeggen dan allemaal iets anders. Dan is het echt probleem. Soms zeggen ze allemaal die tweede en denk ik, okay, oké, okay, die tweede is dus... Uh... Omdat ik, ik niet altijd in de lezer zijn hoofd kan kruipen en weet, wat begrijpt hij, wat weet hij al? Is dit te absurd? Of is dit te ingewikkeld? Is dit voor mij een heel logische grap? En voor de lezer misschien totaal niet. En als je absurd gaat, ja, dan is dat een keuze ook. Hè? Ik weet dat absurditeiten minst goed werken. Mensen zien heel graag herkenbare dingen. Van, ah, dat herken ik! Dat heb ik ook. Dat, dat is altijd herkenbaar. Vanaf dat je heel absurd gaat, Kamagurka kan vaak doet, dat is een beetje moderne kunst. Hè? Maar ik hou daar toevallig van. Ik vind dat Summum absurdisme, goed gebracht absurdisme. Wat niet, uh, gelijk staat aan gratuit: het is raar, het is schappig. Dat is echt niet. Ja, Scenario's of ideeën voor strips is inderdaad iets heel anders als, als voor uh, cartoons. Bij cartoons is eigenlijk een beetje, dat, is nu, dat klinkt heel onsympathiek nu maar, uh, en tegen mijn eigen winkel, maar cartoons cartoon is een beetje een wegwerpproduct. Het staat in de krant en daar wordt de volgende dag al uh, de vis mee, de vis op schoongemaakt of zo. Dus een cartoon gaat, uh, een strip even meer voor mij een eeuwigheidswaarde. Dat, uh, ja, dat komt later in een album en mensen kunnen het nog altijd twintig jaar daarna het album vinden en de grappen zien. Maar los daarvan is dat ook een heel andere werkwijze. Want een strip is, uh, werk je met timing, met een kort verhaaltje. Een cartoon is één tekening waar je in één oogopslag de situatie ziet. Soms nog eens, misschien gelijk hagar of dingen in drie verdeeld, maar het gaat snel. Dus de situatie moet snel herkenbaar zijn in één beeld. Met een strip heb je iets meer tijd. Uh, je vertelt iets, figuur is op straat en gaat naar binnen. Dus je hebt een verloop van tijd. En dat is moeilijker in die zin omdat je met timing werkt. En dat je bij een strip uh, zit met. Wat moet eerst gebeuren om de grap goed, goed te krijgen op het eind? Als het een strip is, een, een gachtstrip is, hè, wat ik meestal maak. Voor een hele lange strip, ga ik nu voor Nero een scenario bedenken, is dat weer iets totaal anders. Uh, maar voor zoiets wat ik maak voor Esther Verkest, gelijk, of, of um, Aldegonne, of Madoffiet, dat zijn. Korte strips, S-verkest, één pagina. Als, 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 het idee, als je dat op een halve pagina kunt vertellen, ga er alsjeblieft geen pagina van maken. Vertel dan snel, ga er niet extra dingen in, in, in steken om het, om het langer. Dat is eigenlijk een mop, veel te lang vertellen, dat je eigenlijk je interesse al verliest. Dus als je een punchline snel kan komen, doe dat dan. Met S-verkest heb ik die vrijheid ook genomen. Soms is dat strookje. Soms is dat een halve pagina, soms is dat een hele pagina. De grappen voor strips, of voor Esther, of voor Aldegon, die, die zijn zelden actueel. Soms vertrek ik vanuit is actueel, maar meestal niet, want dat doe ik al voor de cartoons. Dus bij Esther zijn dat heel los onderwerpen. Oké, okay, rekening houden met het personage. Het is een heerseres, ze is nooit de pineut. De mannen zijn de losers in de strips van Esther. Zij wint altijd, ze is nooit de pineut. En als ze, als ze de, ooit de pineut is, dan neemt ze wel... ...gepast en op een heel harde wijze wraak. En ze is sexy... ...maar zij wil ook sexy zijn. En zij wil met de mannen spelen. Het is een... Uh, ...ja, hoe noem je dat? Een dominatrix. Een, een, zij bepaalt hoe alles werkt. En ik bedenk soms schappen... ...dat, dat, dat, dat uh, het hoofdpersonage... ...of uh, de loser is. Dan denk ik dan... ...ja, dat kan ik niet gebruiken voor Esther. En dan gebruik ik dat voor gonnen. Een ander stripfiguur van mij. Een arm... Zielig meisje dat, dat altijd uh, aan het kortste eind trekt. en Dat soort grappen gaan dan naar Aldegnen. En andere grappen gaan naar Esther. Vooral diegene die scenario's wil bedenken op alles wat je komt, dan denk je denkt, dat is een goede inzicht. Schrijf het op, hè. je kunt het altijd wel gebruiken. Is het voor een kort strip, is het voor een lange strip, is het voor een cartoon. En een grap verzinnen van Esther, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een kort film. Dus je timing moet goed zitten. En het is, je mag in het tweede prentje niet al de grap verklappen die op het eind moet komen. Dus dat is daar de moeilijkheid. Daar heb je mijn cartoon niet, zoals ik al zei. Daar zit alles in één, één grap. Daar heb je soms nog wie zegt wat en wie zegt het tweede. Dat is de timing die je hebt in een cartoon. Met een strip heb je echt een tijdsverloop. Hè? En dan, dit is mijn schetsboek waar ik dan uh, ze uitprobeer of het werkt, want dat is heel vreemd. Ik weet dat pas bij strips, als ik dat dus snel uitteken. En dan het even vergeten en dan te bekijken als een lezer. Van, gaat dat te snel? Gaat dat te traag? Heb ik alles verteld? Oeh, ben ik iets vergeten? In het midden, om, om op het einde de grap te kunnen snappen. Ik heb ook veel uithaling dat ik iemand iets laat zeggen. Dat ik denk, ja, dat is te lang. Ik moet het ook altijd gevat en kort houden. Maar dat is dus echt... Ik heb zo schetsboeken vol. Eén voor Esther, één voor mijn zus Ken die grappen die ik schrijf voor... Uh, dus uh, junior en whisky die Charles Cambrai tekent. Als je het over humor hebt, en mijn, de meeste van mijn strips zijn humoristisch, ja, dan moeten we het inderdaad ook hebben over de grenzen van humor, die nu heel duidelijk zijn in 2021. Ik ben begonnen in 1997 met grappen maken, en toen lag de humor heel anders er mocht veel meer, geen um, schopperij. En, Cartoonisten die pas beginnen of striptekens die pas beginnen. Ik zie dat vaak. Je moet je grenzen nog aftesten. aftasten van hoe ver kan ik gaan. En ik werkte voor P-magazine. En dat is iets heel anders dan humo was dat. Maar in P-magazine kon ook heel veel. Gaat daar in pirana en zo. dat ging vaak over seks en, en penissen en vagina's. Dus ik, ik wou zien hoe ver kan ik gaan. En ja, ik ben er een paar keer over gegaan en de redactie zei daar va vaak niet veel over, uh, ook in de, bij de morgen zei ze daar vaak niet over, maar het waren de lezersbrieven, hè. En er kwam wel eens een lezersbrief binnen als ik iemand had getekend of als ik humor had gemaakt met een handicap of iemand in een rolstoel, maar dat was plezant. Elke cartoonist had dat ook wel. We Al een archief met dit zijn de gecensureerden. en dat waren soms de plezantste, want hoho, dat mocht niet. Um, maar dit is nu heel veel veel erger geworden. En dat is jammer, in, op één manier. Anderzijds is het ook plezant omdat je dan anders moet denken van uh, hoe kan het nog grappig zijn of, of leuk raken zonder dat je iemand moet schofferen of dat je een minderheidsgroep beledigt, wat heel snel gebeurt. Ten eerste vind ik dat je altijd naar boven moet schoppen, in humor. Je moet niet lachen met, met de bedelaar, je moet lachen met degene die ervoor hebben gezorgd dat die bedelaar op straat moet leven. Dat is altijd rechtvaardiger, vind ik. Wilt dat zeggen dat je dan nooit eens mocht lachen met een bedelaar? Jawel, uh, ik vind van wel. Maar ik vind ook dat je met veel moet kunnen lachen. Ik, ik vind dat daar uh, eigenlijk een soort van, van gelijkmatigheid in moet zijn. Van niet van, uh, met dat mag ik lachen, maar met, met dat ga ik niet lachen. Dat is er wel. Als je iets over zijn kinderen ontvoert of mishandelt, daar is al heel weinig humor in te vinden. Ik heb wel grappen over kinderen die geslagen worden, maar dan maak ik de ouders belachelijk die, die dat doen. Ik herinner me dat ik een grap heb gemaakt over een man met een sigaret in zijn bak, die een kleine aan het afmotten is. En die ma zegt: Doe je sigaret uit als je de kleine aan het afmot. Ja, maar wat lachen dan? Lachen dan met het feit dat die kleine wordt afgemot? Lachen met, met die pa die helemaal fout is? Ja, ik denk mijn tweede. Enfin, dat hoop ik toch. Humor is humor. Hè. Soms lachen je met iets dat een beetje fout is. Dat je denkt: Oh. Dan moet je grap ook wel goed zijn, want shockeren uh, is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om iets te bedenken van hoho, daar wordt iedereen kwaad van en ik link dit en ik ga daarmee lachen. Als je uh, moslims gaat beledigen door ik teken Mohammed wel, want ik vind dat ik Mohammed maar, ik ben een westerling ik doe wat ik wil. Ja, maak dan dat je grap ook verdomd goed is dan. Dat je grap recht heeft om te bestaan en, en dat het niet voor niks was dat je al die mensen kwaad hebt gemaakt. Als het grappig is. Maar ik denk dat je... Een uitgebreid uh, archief in je hoofd moet hebben van dit kan allemaal. En dat je niks moet uitsluiten. Maar ik word ook wel geïnspireerd door dingen buiten mijn hoofd, natuurlijk. Hè. Ik denk dat je daar je antennes, als je creatief zit, uw antennes altijd open moeten staan. Of dat nu is dat je op café zit en vrienden zeggen iets grappig. Uh, of er gebeurt iets op straat. Of een. Een, een, een conversatie in de, in de winkel met de kassa-juffrouw kan, uh, kan een inspiratiebron zijn. Uh, slechte tv-programma's waren soms een inspiratiebron voor mij. Ik keek naar Blind Date of Temptation Island, om be mensen bepaalde dingen te horen zeggen. Ik denk, waarom zeggen mensen altijd dit? En dan zat ik met boeken en ik schreef dat op. Um, films, muziek, goede muziek of slechte muziek. Slechte dingen kunnen ook een inspiratiebron zijn dat je, je ergert. En ik zet die ergernis altijd om in: kan ik hierin mee lachen? Kan ik er een grap mee maken? Blijft het niet alleen ergernis? Dus dat is handig uh, wel in het leven. Als je iets ergert, sommige dingen blijven gewoon ampetant en vervelend, maar soms kun je dat pakken en denken van: ik ga daar iets mee doen en dan zou weer een nieuwe inspiratiebron. We vertrekken heel veel ideeën vanuit ergernissen of dingen die mensen doen en als normaal worden aanzien. Dat ik denk, dat is niet normaal dat we dit doen. En ik denk dat je altijd, zoals een kind, de verwondering moet openhouden van waarom is dit zo? Uh, waarom komt de maan op? Of gelijk kinderen soms vragen: waarom? Hoe ontstaan wolken? Waarom is dit? Waarom doen mensen dat? Als je dat altijd blijft afvragen en, en, en daarvoor opneemt, dat zijn allemaal onderwerpen die je kunt gebruiken. Ik denk dat je altijd over alles, alles moet afvragen. Waarom zitten dingen zo in elkaar? Waarom doen mensen dit? En als je dat allemaal hebt, dan heb kun je van start gaan met een hele hoop materiaal waar je heel veel verhalen of grappen mee kunt maken. Dus onthou jonge, jonge luiten, Nee, dat is anders. Ja, was... Dus onthou... Altijd alles openzetten, alles binnen laten komen en bewaren en van alle kanten bekijken. Daar heb ik alleen maar plezier mee. Dit was Kim Duchateau live vanuit zijn atelier.